zo dat een heel simpel machine een omstreek van meer dan 20 kilometer al het stroomwerk heeft. Het weer was niet zulke weer, hè? Look at me behind. En het is overal zo donker. Het is een beetje... Ik heb zo'n creepy vibe, want iedereen is ook super chagrijnig hier. We kunnen er dus gewoon uitrijden. Lekker gratis geparkeerd. Nee. Oké, ik was aan het filmen, maar het begint ineens weer zo hard te waaien. Je hebt echt de hele dag door hier allemaal van die windstoten out of nowhere. En dan waait het super hard. Goedenavond allemaal. Het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is inmiddels wel avond en de reden dat ik vandaag de hele dag niet gevlogd heb, is onder andere omdat ik dus nog steeds mijn koortslip heb, wat je had kunnen zien in mijn vorige weekvlog. En ik was mijn camera vergeten mee te nemen naar het strand. Dat was super dom. Maar goed, ik ben dus inmiddels weer terug en we hebben net met Feline en haar ouders en haar broertje Duke lekker pizza gegeten. Dat hebben we opgehaald en het was heel erg lekker. Ik hou sowieso erg van pizza. En daar volgden wij gezwommen, dus ik heb nog steeds mijn bikini aan met even een jurkje eroverheen van Naked. Super handig. En wij wachten even, want Bella en Sophia zo, die komen zo meteen terug, want die zijn lekker uit eten. En dan gaan we even met z'n allen zwemmen, want dat wilden zij heel graag. Dus daar wachten we even op. Nogmaals dus, welkom weer bij de nieuwe weekvlog. Heel veel plezier met kijken. En als je nog geen blijmpje omhoog hebt gedaan, doe dan even een blijmpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En heel veel plezier met kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is inmiddels weer avond en ik kom net van buiten. En we hebben de hele avond eigenlijk allemaal spelletjes gedaan. We hebben dat heel erg laat gezwommen. En daarna zijn we ook even gedoucht. Zijn met Bella zo naar boven gegaan. Hebben we die op bed gelegd. Verhaal voorgelezen en zo. Het hele ritueel. En ik ga nu denk ik nog even een klein stukje van de vlog editen. Die eigenlijk al vandaag online moet komen. Maar dat redde ik niet. Dus ik ga hem verplaatsen naar morgen 12 uur denk ik. Dan komt hij wat eerder online. Dan maak ik het een beetje goed. Dus ik ga daar denk ik nu nog een beetje aan editen. En dan morgen de laatste dingetjes en hem in de upload gooien. Want dat red ik nu niet meer. Ik ga dus even de laatste dingetjes editen. En dan ga ik lekker slapen. Sorry dat ik vandaag zo weinig gefilmd heb, maar ik had vandaag echt niks boeiend waarvan jullie zouden kunnen denken van, oh ja, daar heb je wat aan. Dus bij deze, slaap lekker allemaal en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en ik ben op dit moment in Cannes. Het is heel erg mooi en ik loop nu over de boulevard bij het strand. Ik heb een hele mooie Insta-foto gemaakt, want het is echt een prachtig plaatje. Want je hebt super veel diepte op de achtergrond en ik hou er zelf heel erg veel van. Dus we hebben net een hele mooie Instagram foto gemaakt en we gaan nu even verder kijken in het stadje. Want je hebt er ook heel veel mooie winkels, heel veel leuke restaurantjes, terrasjes, heel gezellig. Je hebt ook een draaimolen en zo. Het is gewoon lekker een gezellige sfeer, ik hou er wel van. Dus we gaan er lekker rondkijken en ik neem die weer mee. Ik ben dus vandaag naar Cannes toe, omdat het niet zo lekker weer was. Niet zo lekker weer, hè? Look at me behind. Het is inmiddels 3 uur. We waren hier rond 2 uur. We hebben wat gedronken en toen we de terras weggingen begon het zachtjes te regenen. En ineens begint het zo hard te regenen. Het is nu echt al een kwartier zo hard gaan dat ik niet eens... Ja oké, als je hier doorheen loopt, dan ben je binnen 5 seconden helemaal erbij. Dus dat gaan we niet doen. We gaan waarschijnlijk teruglopen naar de garage. Dat is 200 meter lopen vanaf hier. En dan gaan we de Simmerzien doen en dan gaan we daar wel wat eten. Want ja, hier hebben we ook niks aan. Want dit is echt, het is echt niet normaal hoe hard het regent hier. Maar we willen dus even wachten tot het soort van iets gedaald is te regenen. Zodat we niet helemaal er mee aankomen. Maar ja goed, of dat kan. I don't know. We gaan even kijken en ik hou jullie op de hoogte. En ik moet de camera echt zeven, want ik heb dus geen grote tas mee. En het regent echt heel hard. Vanaf Cannes naar Saint-Maximin toen dat het daar beter weer was. Of in ieder geval dat dachten wij. Het is hier precies van 4:30 tot 5:30 droog geweest. Toen begon het super hard te regenen. En het is nu even kijken. 6:55. En het is echt zo lang aan het bomberen regenen. En letterlijk alles stoppen. Al het internet is weg. Alles vergeten. Alles in heel Saint-Maximin en omstreek van ongeveer. Wij zitten in een dorpje dat zit hier meer dan 20 kilometer vandaan. Daar ligt ook alles eruit. Dus in Saint-Maximin en omstreek ongeveer 20 kilometer daaromheen. Misschien nog wel verder. Ligt gewoon alle stroom eruit. Je kan nergens iets eten, want het is overal gewoon dikke donker. Al het gas ligt eruit, of gas niet. Maar alle elektra ligt eruit. Je kan gewoon helemaal niks. Dus dat is super nice. We kunnen echt niks gewoon. Nee, je kan het niet naar buiten, want het regent zo hard. Dus ja, let's hope dat we nog kunnen eten. Voor 3 kwartier bij het restaurant gezeten. Waar we dus zouden gaan eten. En de stroom is er gewoon nog steeds niet op. Overal waar je kijkt. Het is gewoon echt, even kijken. Het is 7:30 avonds en echt overal, ik loop door water heen, is gewoon de stroom af. Alle restaurants, alle beveiliging van juweliers, alles is eraf. Overal rijdt politie,
motors, alles recht. Waar we nu zijn, het is echt, het is een beetje creepy of zo. Want het is gewoon nog letterlijk maar 7 uur 's avonds. Of nou ja, 7:30 dan. En het is overal zo donker. Het is een beetje, ik heb zo'n creepy vibe. Want iedereen is ook super chagrijnig hier. Alleen wat ik dus net zei, is dat onze auto geparkeerd staat op een parkeerterrein. Wij dus moeten betalen bij een elektronisch betaalautomaat. En je hebt een elektronische slagboom. Dus geen idee of we het überhaupt uit kunnen of we het überhaupt hier weg kunnen. Oké, jongens, gelukkig. Voor de Franse begrippen hebben ze een keertje hierover nagedacht. De slagboom, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar de slagboom staat open, dus we kunnen er dus gewoon uitrijden. Lekker gratis geparkeerd. Nee, maar het is wel heel chill dat hij open staat. Anders hadden we oprecht een probleem gehad. Dus we gaan in de auto in en dan maar kijken waar wel stroom is en waar je wel kan eten. En ik heb de hele dag niet gefilmd, omdat ik niet helemaal fit was nog steeds. En het was gisteren natuurlijk, wow, mijn haar is super statisch. Maar het was gisteren dus een beetje, ja, niet zo lekker weer. Het heeft heel veel geregend gisteravond. En vandaag was eigenlijk de hele dag heel erg, ja, waaierig. Dus echt de hele dag super veel wind. Het was echt insane. Maar ondanks al die wind en al die regen is het best wel weer opgeklaard met de temperatuur. Behalve dan die wind, want as you see, die is nog steeds heerlijk aanwezig. Maar wat ik jullie even wilde laten zien is de mooie zonsondergang op dit moment. Want het is echt, 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 echt heel mooi. Neem even een momentje, ondanks de harde wind, voor dit prachtige uitzicht. Wauw. Ik kan dus oprecht zorgen genieten van zulk mooi uitzicht. Maar je ziet mij niet meer. Ik ben helemaal donker geworden. Dus ik ga even weer hier naartoe. Maar wat wij dus vandaag hebben gedaan is niet heel veel. We zijn heel veel bij het huisje gebleven. En ik heb ook best wel lang nog geslapen vanmiddag. Ik heb vanmiddag echt 3 uur geslapen omdat ik dus echt niet fit was. Nadat ik geslapen had en weer wakker was, zijn we even naar de grote supermarkt geweest hier in de buurt. En daar hebben we even wat dingetjes gehaald. We hadden ook een duikmasker gekocht, alle drie. Alleen helaas was die van mij en Roos te klein. Want we dachten in de winkel, oké, maat XS is goed. En toen gingen we in het zwembad en we dachten echt van, oké, dit is echt way too small. Nou, Milo had een maat groter en die zat wel goed. Dus die moeten we morgen even omwisselen. Voor de rest hadden we gewoon boodschappen gedaan bij de supermarkt. Verder voor ook het avondeten en zo. En toen daarna zijn we naar Port Grimo geweest. Ik heb daar nog wat mooie sfeerbeelden voor jullie gemaakt. Dus kijk maar even mee. Dat waren sfeerbeelden van Port Grimo. En nadat we terug zijn gekomen van Port Grimo, hebben we eigenlijk gewoon lekker gegeten hier. We hadden wat simpele dingetjes gemaakt. Dus heel erg lekker. En na het eten heb ik echt net 2 afleveringen van La Casa de Papel gekeken. Want er staat een nieuw seizoen online. En ik had 1 aflevering gekeken. En dat is natuurlijk de aflevering van het nieuwe seizoen waar je een beetje moet inkomen. En die trok mij niet zo. Ik was gewoon nog niet helemaal verslaafd of zo weer. Zeg maar, ik vond het niet meer zo geweldig als dat ik het eerst vond. Dus ik was niet echt gaan verder kijken. En vandaag ben ik er toch maar mee begonnen. Omdat het niet echt top weer was. We konden niet echt iets. En nu ben ik weer helemaal op 6 en ik heb net echt ook alweer 2 afleveringen gekeken. En het zijn er maar 9, dus ik ben er weer zo doorheen. Oké, ik was aan het filmen, maar het begint ineens weer zo hard te waaien. Je hebt echt de hele dag door hier allemaal van die windstoten out of nowhere. En dan waait het super hard. En ik heb weer een aflevering van La Casa de Papel gekeken. Het is echt zo erg. Ik ben op dit moment al bij aflevering 6. En je hebt maar 9 afleveringen, dus ik ben er al bijna doorheen. Het is nu echt spannend, weet je wel, dat je de hele tijd wil doorkijken. En die drang heb ik ook de hele tijd. Het is echt heel erg. En ik moet nu straks ook nog een video editen. Alleen ik weet niet of ik dat nu ga doen. Of morgen, want het is vandaag zondag. En die video is voor volgende week zondag. Het is de ABC Food Challenge. Het is wel een hele leuke video. Maar ik ga nog even kijken of ik dat nu nog ga doen. En anders eventueel morgenochtend een stukje. Maar voor nu ga ik in ieder geval denk ik lekker slapen. Ik denk niet meer dat ik dat... Nee, ik ga dat gewoon morgenochtend doen. Want ik ben zo moe ook. En ik heb die slaap even nodig omdat ik me niet helemaal fit voel. En mijn koortslip ook nog steeds niet weg is. Voor nu ga ik dus lekker slapen. En aangezien het alweer de laatste dag van deze weekvlog is, wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze weekvlog nou leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je hier beneden dan even. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!